Op die faculteit zat een van de slachtoffers. Het nieuws over zijn overlijden is uiteraard hard aangekomen. Ja, buitengewoon aangeslagen en verdrietig. Het nieuws kwam natuurlijk als een schok. En mensen zijn jaren met elkaar opgetrokken. En worden plotseling, terwijl iemand op een buitengewoon plezierige reis is, blijkt die te zijn overleden. En dat is schokkend en mensen zijn heel verdrietig. Voor de studenten is er een psycholoog ingeschakeld voor wie daar behoefte aan heeft. Verder kunnen studenten een boodschap achterlaten voor hun overleden studiegenoot.